7 vroege tekenen van darmkanker die je niet moet negeren. Darmkanker ontwikkelt zich wanneer de darmcellen ongecontroleerd gaan groeien en er daardoor knobbels ontstaan in het slijmvlies van de dikke darm. Net als andere vormen van kanker, kan ook darmkanker het lichaam snel aanvallen en zodoende veel moeilijkheden veroorzaken. Het is een zeer ernstige ziekte en de kans om deze vorm van kanker te ontwikkelen is groter wanneer er al sprake is van een darmpoliep, wanneer er sprake is van een familiegeschiedenis van darmkanker of wanneer je last hebt van colitis ulcerosa. Het bijtijds opsporen en goed medisch behandelen van deze ziekte kan de kans op overleving aanzienlijk vergroten. Daarom is het ook zo belangrijk om goed te letten op mogelijke vroege symptomen van darmkanker en natuurlijk om meteen een afspraak te maken bij de dokter als je vermoedt dat er iets mis is. Laten we even kijken op welke 7 symptomen je vooral moet letten. Lees ook, een betere gezondheid begint in de darmen. Veranderingen in de stoelgang. Zowel constipatie als diarree kunnen verbonden zijn aan abnormaliteiten in de darmcellen. Een onvolledige stoelgang, ontlastingsincontinentie of een zeer dunne ontlasting zijn doorgaans al reden genoeg om een deskundige te raadplegen. Hoewel deze symptomen meestal veroorzaakt worden door slechte gewoontes of andere aandoeningen, is het toch belangrijk om ze in overweging te nemen als mogelijke risicofactoren voor deze vorm van kanker. Bloed in de ontlasting. Volgens de Cleveland Kliniek is de aanwezigheid van bloed in de ontlasting een van de belangrijkste tekenen van darmkanker. Hoewel er ook meerdere spijsverteringsstoornissen zijn die dit symptoom kunnen veroorzaken, zou bloed in de stoelgang ook kunnen wijzen op tumoren in de dikke darm. Daarnaast doet dit symptoom zich vaak voor bij mensen die een grotere kans hebben op ziektes als gastritis, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, chronische constipatie, bloedarmoede. Bloedarmoede is een aandoening die veroorzaakt wordt wanneer er minder rode bloedcellen in het lichaam aanwezig zijn. Rode bloedcellen zorgen ervoor dat alle lichaamcellen voorzien worden van zuurstof. Mensen die vaak last hebben van bloedarmoede, maken geregeld heftige periodes van vermoeidheid en zwakte mee. Dit geldt zelfs wanneer ze goed geslapen hebben en een gezond dieet aanhouden. Hoewel bloedarmoede ook veroorzaakt kan worden door genetische factoren, de verkeerde voeding of veel bloedverlies, is het belangrijk om niet te vergeten dat darmkanker ook een van de oorzaken kan zijn. Buikpijn. Het is vrij lastig om buikpijn te herkennen als een van de vroege tekenen van darmkanker, aangezien dit probleem meestal veroorzaakt wordt door indigestie of andere maagaandoeningen. Wanneer je echter geregeld, onverklaarbaar last hebt van buikpijn, is het belangrijk om een deskundige te raadplegen om het probleem grondig te analyseren. Het gegeven dat deze pijn plotseling komt opzetten, zou erop kunnen wijzen dat iets het darmmilieu aantast. Ook kan buikpijn wijzen op een verandering in de darmflora of een teken zijn dat de cellen in dit deel van het lichaam buitensporig groeien. Lees ook, wat zijn de hoofdoorzaken van buikpijnen? Natuurlijk heeft bijna niemand er iets op tegen om zomaar een paar kilootjes af te vallen.
Meestal vallen mensen echter af doordat ze een gezond dieet aanhouden en regelmatig aan lichaamsbeweging doen. Als gewichtsverlies zich plotseling en moeiteloos voordoet, dan wijst het bijna altijd op een soort ziekte. In het geval er sprake is van darmkanker, kan je eetlust afnemen en kun je als gevolg daarvan natuurlijk last krijgen van voedingstekorten. Braken. Braken veroorzaakt door indigestie of problemen met de spijsvertering is vrij normaal en gaat meestal snel weer over. Wanneer het echter een terugkerend en onwillekeurig symptoom wordt of zich voordoet zonder duidelijke reden, dan is dit misschien reden om je zorgen te gaan maken. Hoewel dit symptoom ook veroorzaakt kan worden door een hoop andere gezondheidsproblemen, is darmkanker ook vaak de boosdoener. Dit komt doordat darmkanker ervoor zorgt dat de darmcellen zich abnormaal beginnen te gedragen. Voortdurend braken leidt uiteindelijk weer tot uitdroging, vermoeidheid en een hoge zuurgraad. Overtollig darmgas in de dikke darm wordt veroorzaakt door de veranderingen die zich als gevolg van de ontwikkeling van darmkanker voordoen in de darmflora. Lees ook, oorzaken en remedies voor darmgassen. Ook dit is natuurlijk een symptoom dat in verband kan worden gebracht met andere veranderingen in het lichaam. Dit komt doordat darmgas ook veroorzaakt kan worden door het eten van bepaald voedsel, veel voorkomende aandoeningen en ongezonde gewoontes. Weten hoe je deze symptomen zelf kunt herkennen en hoe je kunt vaststellen hoe vaak ze zich voordoen, is van essentieel belang om deze zieke bijtijds op te kunnen sporen. Wanneer je tegelijkertijd last hebt van twee of meer van deze symptomen, is dit al reden genoeg om de juiste medische onderzoeken aan te vragen.